Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen het goed zien op deze satellietfoto: de bewolking overheerst en het is een dik pak bewolking waaruit vannacht al flink wat regen is gevallen. In de ochtend is het vrijwel overal even droog, maar tegen de middag gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Nu is het een graad of 7. In de middag wordt het uiteindelijk 9 of 10 graden, maar dat is pas laat in de middag. Verder waait er een stevige zuidwestenwind die is vrij krachtig boven land en aan zee hard of later zelfs stormachtig, windkracht 5 tot 8. Vanavond opnieuw flinke periode met regen, zeker in het midden en noorden van het land. Verder temperaturen tussen de 9 en 11 graden. Dat is ook het maximum voor morgen. In de nacht koelt het amper af en blijft het regenen. Ook morgen overdag nog regen, zeker in het noorden. In het zuiden en zuidwesten wordt het wat vaker droog. Verder nog steeds die stevige zuidwestenwind. Op maandag is de wind wat afgenomen en draait dan naar het noordwesten. Verder trekken een aantal buien over het land, mogelijk ook met hagel of natte sneeuw. Tussen de buien doorschijnt af en toe de zon, tot een graad of 7. Zo ook het plaatje voor de dinsdag. Op woensdag een paar buien, maar vaker droog weer en een middagtemperatuur rond de graad of 6. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.